Deze klant is zelf aan de gang geweest met semi-permanente kleuringen in haar haar. Haar wens is nu mooi zilver als blond. Eerst gaan we kijken of dat als blond haalbaar is. We doen een testlock met als voorbehandeling de Pro Series 1 van de Defy Damage. We gaan eens kijken hoe de testlokken zijn ontwikkeld. We zien een mooie, gelijkmatige verheldering. De perfecte ondergrond voor mooi als blond. Dan checken we de testlock aan de bovenzijde. Hier komen we toch nog wat meer pigment tegen. Voor de rest is hij mooi genoeg opgehelderd, dus dat vinden we niet erg. Voordat we aan de gang gaan met de gehele ontkleuring, checken we eerst nog of dat de conditie het aan kan. Deze voelt nog prima aan. We beginnen in de nek met de eerste folies en dan werken we naar boven toe. Ik zet de blondering eerst in lengtes en punten en laat de aanzet even voor wat hij is. Hier gaat het proces namelijk wat sneller in verband met de hoofduitwarmte. Dus ik wacht eerst dat de lengtes en punten voor 2/3 zijn ontwikkeld voordat ik de aanzet ga inzetten. Omdat we zijn begonnen aan de nekpartij is dit ook het eerste wat ik weer kon uitspoelen. Blondering nooit langer laten zitten dan nodig. Om haarschade te voorkomen heb ik eerst alle folies uitgespoeld, voordat ik de aanzet ga ontkleuren. Zoals de testlook al liet zien, is de haarkwaliteit nog prima. Tijd om die aanzet aan te pakken. Bekijk of het haar tot het juiste level is verhelderd. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de achterkant van een schone kam te gebruiken. Wassen doen we met de Defy Damage Shampoo en verzorgen we het ook nog met de Pro Series 2. Nu de haren nat zijn, lijkt het roze pigment nog sterk aanwezig te zijn. Maar we gaan de magie bekijken van onze Blond Life Quick Toners Violet en Zilver. En weg zijn die roze punten. Wat vind jij? Missie geslaagd?